Wijnhuis. Goedemiddag allemaal. Ik mocht het staatsgord geven, maar ik heb één probleem. Ik heb geen pistool. Dus dat moeten we even anders doen. Wacht even. Het begint een hele mooie traditie te ontstaan. Maar dit is volgens mij de tweede keer. De tweede keer dat u deze tocht had. Maar je moet wel heel goed kunnen sturen, want soms is het een beetje smal. Verder vertel ik niks. Maar en misschien nog één ding. U gaat voor een groot deel natuurlijk door onze gemeente. Nou heb ik een aantal jaren geleden heb ik eens een keer ook op zo'n scootmobiel mogen rijden. En dat is het volgende. De toekomst lacht ons toe. En voor alles komt een oplossing. De pensioenleeftijd gaat naar 67 jaar. Kilometerheffing komt eraan. Pensioenen gaan omlaag, brandstofprijzen gaan omhoog, de belastingen stijgen, maar nou komt-ie. Maar gelukkig zijn wij modern en wij rijden elektrisch. En zo gaan wij op pad met ons allen. Veel plezier! Succes! Thank you.
koffie. Met een kop koffie heb ik gezegd, kom erin. En dan krijgen we dadelijk een kleinigheidje van. Ja, dat kleinigheidje, dat kan je onderweg goed gebruiken. Maar het is een sponsoring van de fysiotherapie Jan Veen. Met medewerkers. Ja, dat mag ik doen. Dus, maar dan wou ik even een klein applausje voor. Wat mag je dan? Oh, daar lag ze ook. Thank you.